Ik moet allemaal blijven drie. Van mechanica drie. We staan alweer hard op weg naar de helft van het pak. Zeker nog na vandaag heb ik de helft van de schrift een beetje behandeld. Deze week is een beetje een bijzondere week, want overmorgen is het Hemelvaartsdag. En dat betekent dat er donderdag en dus ook vrijdag mijn lessen zijn. En dat betekent dat er deze week geen werkcollege is. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb het instructiegedeelte vandaag een beetje kort gehouden. Ik ga het weer iets vertellen over het wijktheorie hier. En daarna gaan we dit uur gelijk wel 2 uur zelfstandig aan de slag met het maken van de gaven. Dat we toch een beetje oefening in de vingers hebben. He, en dat zal dus wat minder tijd zijn dan gebruikelijk. Maar ik heb wel een extra opgaves in de presentatie opgenomen. Waar je dan van het weekend in het zonnetje lekker zelfstandig mee aan de slag. Waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over dus wijktheorie. Dus we gaan hier eindelijk eens kijken. Wanneer gaan de dingen stuk? Ja, maar gaat het verplichten? Hoe kunnen we dat dan bepalen? Het is één enkel paragraafje wat we deze week gaan behandelen. Want 10.7 is het enige paragraafje wat we behandelen. En zelfs die doen we niet helemaal volledig. Dus het valt echt wel mee met hoeveel stof. Maar het is wel belangrijk dat we dat even goed gaan oefenen om in de vingers te krijgen wat is nou bepalend in het materiaal, in het gedrag, of iets bepaald of niet? Wanneer kunnen we nou zeggen dat het goed is of niet? Vorige week hebben we gekeken naar de spanningstransformatieformules. Weten we dat nog? Dus we hadden een PD spanningstoestand met daarop een sigma I, een sigma X en een tau X I. En we zijn erachter gekomen vorige week dat als we de oriëntatie van ons elementje gaan draaien, dat we andere spanningen vinden op de vlakken. En dus de gevonden spanningen in het materiaal hangen niet alleen af van hoeveel kracht staat er op, hoeveel spanning staat er in de hoofdrichtingen op, maar ook af van hoe kijk ik ernaar, onder welke doorsnede kijk ik ernaar. En daar hadden we deze twee formules bij gevonden die onder een algemene hoekdraaiing vertelde wat de gevonden spanning is. En we hadden gezien dat deze dus variëren, hè, dat we hier een gemiddelde spanning hebben en dat we hier een variabele spanning hebben die afhankelijk zijn van de hoek. En dat we dat eigenlijk konden zien als een soort van een cirkel. Met als doel te kijken onder welke oriëntatie zijn nou de spanningscomponenten maximaal. Want dat is op zich interessant om te weten, gaat het stuk of niet? Dan wil je ook weten, hoe zitten de maximale spanningscomponenten erin? En dat konden we doen door te kijken van, ja, wanneer is dit nou het grootst mogelijke? En toen kwamen we uit bij de hoofdspanning. En de hoofdspanning is een spanningstoestand, waarbij we het elementje zodanig gedraaid hebben, dat er geen schuifspanningen zitten. Dus de schuifspanningen in die oriëntatie zijn er niet. En de enige spanningen die er zijn, zijn de normaal spanningen in de x-accent, y-accent richting. En die noemen we vanaf nu 1 en 2, sigma 1, sigma 2, de hoofdspanningen, om aan te geven dat dat de oriëntatie is waarbij de normaal spanning maximaal is. En dat er dus geen schuifspanning in die oriëntatie zit. De grootte van die normaal spanning, van de hoofdspanningen, zijn de gemiddelde spanning, ja, plus of min dan die wortel van wat later de straal van de cirkel van Moore blijkt te zijn. En die wortelkleden. Als we de plus nemen, dan krijgen we de grootste spanning, noemen we dat sigma 1, dat is de eerste hoofdspanning. Als we hier een min nemen, dan krijgen we de tweede hoofdspanning, die is dus altijd kleiner dan de eerste hoofdspanning. En die kunnen we berekenen. En dit zijn dus de maximale normaal spanningen in ons elementje. Onder welke hoek treedt dat dan op? Hè? Dat is deze hoek zo. Ja, onder welke hoek vindt dat dan plaats? En dat konden we berekenen met behulp van deze. Dat is een tangens over die spanningen heen. Dus we kunnen altijd weten onder welke oriëntatie. Uiteindelijk is natuurlijk de oriëntatie veel minder belangrijk dan de absolute grootte van de hoofdspanning.
vraag die we altijd willen beantwoorden is, gaat het stuk ja of nee? En waar we veel minder geïnteresseerd in zijn, onder welke hoek gaat het stuk? Als het stuk gaat, gaat het stuk, is het niet goed. En dan maakt het niet zoveel uit of dat onder een hoek van 35 graden was, of onder een hoek van 55 graden was. Het stuk is stuk. Eventueel kan dit later wel interessant zijn als we het gaan hebben over het composietmateriaal en gaan kijken in welke richting we onze vezels leggen. Dan is het wel fijn om te weten in welke richting zitten de meeste spanningen. En maar voor nu is dat niet zo interessant. Dit hele verhaal van die spanningstransformatieformules konden we samenvatten in de cirkel van Moore. En hier is eigenlijk alles grafisch ingetekend. Het centrum van de cirkel, dus C, ligt op de gemiddelde normaalspanning, sigma x plus sigma y gedeelte 2. Als we die hebben geïdentificeerd, kunnen we de huidige spanningstoestand P erin zetten. We kijken naar hoe groot is tau xi, hoe groot is sigma x, en we tekenen dat punt daar. We maken een lijn tussen C en P, dat is onze straal. Want die is gelijk aan sigma x min sigma y gedeeld door 2 en tau xi. Nou, kwadrateer die twee, tel ze op en trek er de wortel van en je hebt de straal. En dat betekent een hele mooie cirkel. Mocht je eentje willen afvragen, in die cirkel van Moore kom je hier en daar het snijpunt met de sigma-as tegen. Dat zijn de twee punten waarop de normaalspanning de grootste waarde plus en min heeft. En dus is dit altijd sigma 1 en is dit de sigma 2. De hoofdspanningen zitten op die horizontale as, de grootst mogelijke waarde voor sigma 1, sigma 2. Dat zijn de hoofdspanningen. Dus we kunnen die hoofdspanningen eenvoudig vinden door de gemiddelde spanning te pakken en daar de straal bij op te tellen of vanaf te trekken. Dat is... Andere nog interessante maat zit hier. En dat is de maximale schuifspanning die we in het elementje tegenkomen. Dat is als we de straal precies naar beneden hebben. De normale spanning die erop treedt is gemiddeld. En de schuifspanning die hier zit heet tau max vlak, hadden we genoemd. De maximale tau in de vlakspanningstoestand. Daar tau max vlak. Dus je hoeft sigma 1 en sigma 2 niet eens uit te rekenen. Dat zou je ook hier de straal kunnen. Die zou je grafisch kunnen bepalen. Hè, maar je kan ze net zo goed uitrekenen met de straal. Maar dat is in feite wat je doet. Want dit is de straal. En dit is het gemiddelde. Dus hier staat eigenlijk gemiddelde plus straal. En gemiddelde min straal. Ja. Die tau max. Max zullen we zo meteen zien. Die is nog wel interessant, omdat materiaal geneigd is om onder afschuiving te varen. Dan is het wel fijn om te weten hoe groot is de schuifspanning maximaal. En we zien meteen dat is gelijk aan de straal van de cirkel van Moore. Dus dat is gelijk aan deze term. Zo groot is de schuifspanning maximaal. Wel de helft van de diameter van de cirkel. Ik had daar een leuke tool voor geschreven. Ik weet niet of jullie die toevallig bijgepakt hebben voor de Python vanavond onder ons. Hij staat gewoon online op Comlouder. Dus je kan er eens bij pakken en eens kijken als je een bepaalde transformatie invult. Als je de hoek verschuift, hoe dat dan verandert. En kijken of je huiswerk is omdat je schrotter of niet. Maar puur voor degene die dat willen. Tot zover duidelijk? Zo. Dan gaan we nu door met bezwijktheorie. Nou, we gaan dingen stuk maken, dat is leuk. We gaan kijken wanneer het faalt. En voor vandaag spreken we af dat vloeien is falen. Zullen we dat afspreken voor vandaag? Gaan we volgende week meteen kijken dat vloeien niet per se falen hoeft te zijn. Maar voor vandaag is het fijn om vast te stellen dat met dit misschien vloeien is falen. En dat betekent ook dat we het vandaag met name gaan hebben over taaie materialen. Taaie materialen zijn materialen met een elasticiteitsmodulus die zeg maar een elastisch gebied hebben. En als je op een gegeven moment de vloeigrens bereikt, dan gaat het materiaal vloeien. En vloeien betekent dat nog steeds net zoveel spanning opgenomen wordt. Alleen direct wordt ongelimiteerd genoemd.
Dat hebben jullie bij materiaal kunnen vorig jaar als het goed is gehad, of niet? Nou, ongelimiteerd. Nou, hij gaat net zo ver rekken als dat nodig is. Dat komt het eigenlijk op neer. Totdat hij breekt. En totdat hij breekt. Maar als hij gaat breken, gaat de spanning oplopen. Kijk, het is even kijken. Als we, laten we even de spanningsrekdiagram erbij pakken. Spanningsrekdiagram. De relatie tussen de spanning in het materiaal en de rek in het materiaal. En die betekent, die loopt eerst lineair op. Wat is de hellingsgraad van deze lineaire lijn? Hoe stijl loopt die? E-modulus. De E-modulus. De E-modulus bepaalt hoe stijl die loopt. En want de E-modulus is de relatie tussen sigma en epsilon. Want de wet van Hertz zegt sigma is 1 maal epsilon. Wel, en hoe groter de E-modulus, hoe stijler die lijn loopt. Ja. Dan komen we bij de vloeigrens aan. Hier zo is het sigma V. En wat er daar gebeurt is dat de spanning in het materiaal ongeveer gelijk blijft, alleen dat de rek toe kan nemen. Net zoveel als nodig is. He, dus hij gaat er opeens zo uitzien. Dat wiebelt al een beetje, dat is niet helemaal recht, maar dit is ongeveer de benadering. Dus de spanning in het materiaal blijft gelijk. Maar de rek wordt zo groot als het moet. Maar het materiaal blijft nog wel spanning opnemen. Dat is wel belangrijk. Er komt dan een punt dat die rek, dan is de rek eruit. Hè? Dan is op een gegeven moment dat vloeien klaar. En dan gaat hij nog dit doen. Hè? En dan gaat hij daar gaat hij stuk. Hij gaat zich verstevigen. Hij gaat meer spanning op kunnen nemen. En uiteindelijk gaat hij hier ergens een keertje bij de ultieme sterkte. Dit figuurtje kennen jullie waarschijnlijk van materiaalkunde of van mechanica 1. En let wel, dit is niet op schaal. Nee, want de rek in het elastische gedeelte is veel kleiner dan de rek in het plastische gedeelte hier. En dus die vloeigrens, en dan wordt de rek echt heel erg groot. En voor vandaag zeggen we, dit is falen. Volgende week zullen we zeggen, ja, nou, niet per se. Dat heeft ermee te maken dat we nog steeds wel spanning opnemen in deze situatie. En we blijven weerstand bieden. Alleen de rek die wordt heel erg groot. Maar vandaag is dit falen. En de eerste faalproeven van taaie en bolste materialen, die stammen echt al van 300 jaar geleden zo ongeveer. Toen zijn ze eens gaan kijken naar, ja, wat gebeurt er als ik hier een stukje materiaal heb en ik ga daar gaan trekken. En het eerste wat opvalt is dat op het moment dat we gaan vloeien, als we die vloeigrens benaderen, dat het dan dus het proefstukje steeds langer wordt. We gaan insnoeren, hij wordt smaller, hij wordt langer. En we zien van dit soort diagonaal banden optreden, net voordat hij gaat vloeien. Je ziet in het materiaal ontstaan van die banden over de diagonale vlakken, als ik eraan trek en daarna gaat hij vloeien. Dat betekent dat die ongebruikt langer kan worden terwijl ik eraan blijf trekken. Die diagonaal banden die komen vanwege het feit dat het materiaal gaat vloeien of gaat afschuiven onder afschuifkrachten. Want wat is dat materiaal bestaat uit kristalroosters. Hè? Dat weten jullie toch ook niet. Zo'n metaal bestaat uit kristalroosters. En die zitten allemaal mooi geordend langs elkaar. Dat is allemaal van die elementen. Die zitten allemaal mooi in een kristalroostertje ten opzichte van elkaar. En op het moment dat ik daar ga trekken of daar ga duwen. Dan gaan al die dingetjes een klein beetje van elkaar af. Of die komen een beetje naar elkaar toe. Maar hij is heel stijf in die richting. Maar waar hij niet zo goed tegen kan, is als ik deze laag die kant uit ga bewegen en deze laag die kant uit ga bewegen. Dan gaan namelijk die kristalroosters, die eerst mooi boven elkaar zaten, als het te groot wordt, dan gaan ze verspringen. Dan schieten ze gewoon eentje verder en dan maken ze winter. Dat is wat er gebeurt op het moment dat er vloei optreedt. Dat die kristalroosters ten opzichte van elkaar los gaan laten, gaan verschuiven. En dat gebeurt dus met name onder kuipspanning.
En dan gaat het mis. En als we een hoofdpuntje hebben en we gaan het alleen op dek belasten, dan zie ik dat, is dat de cirkel van Moore die erbij hoort. Namelijk, zeg maar 1, ja, is de vloeigrens, want ik trek er tot en met de vloeigrens aan. Zeg maar 2 is 0, want de eibelasting is 0. En dat betekent dat de maximale schuifspanning in het materiaal de helft is van de vloeigrens in dit geval. En dat betekent dat hij daar stuk gaat. Hij gaat falen op afschuiven onder de diagonaalvlakken. Want in de diagonaalrichting is de schuifspanning het grootst. En dan gaat hij vloeien en dan gaat hij stuk. De eerste die zich hiermee bezig hield, ergens in 1700, 1800, 1700 nog wat, dat is echt lang geleden, dat was Eduard van Tresca. Tresca, Fransman. Die observeerde dat inderdaad zo'n trektoer, dat hij onder de maximale schuifspanning, dat hij dan stuk ging. En dus als de schuifspanning te groot werd, de helft van de vloeigrens, dan ging die falen. En Tresca die heeft dat gebouwd. En die zegt, ja, wacht eens eventjes. Dan gaan we dus een limiet stellen aan hoe groot mag de spanning maximaal zijn als ik een normaal spanning heb. En die heeft wat we nu noemen de theorie van de maximale schuifspanning opgesteld. Terwijl de schuifspanning in het materiaal mag niet groter worden dan een bepaalde waarde, want anders gaat die falen. En dat is heel eenvoudig op het moment dat we die spanningsbelasting hadden met alleen dit. Want dan is de cirkel van Moore dat. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Hier zit sigma 1. En dan zeg je, ja, wacht eventjes, dat is eenvoudig. Zolang sigma 1 kleiner is dan de vloeigrens, dan zit ik helemaal safe. Niks aan de hand. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de volgende hele eenvoudige situatie. Namelijk, als ik een drukspanning heb, dan ziet de cirkel van Moore zo uit. Zeg maar 1 nul. Zeg maar 2 is negatief. Hier zit zeg maar 2. Dan kan ik zeggen, als die absoluut groter is dan de vloeigrens, dan zit ik nog steeds goed. Maar mij niet uit of dat plus of min is. En laten we hier zeggen dat sigma 2 absoluut moet kleiner zijn dan de vloeigrens. Nog steeds niks aan de hand. Kan deze trouwens ook absoluut maken, mocht het daar keuze voor hebben. Als je nog twijfelt, is sigma 1, sigma 2 positief en negatief. Dat maakt het niet zoveel uit. Tot zover is het allemaal heel eenvoudig. Zolang ik maar zorg dat de hoofdspanning kleiner is dan de vloeigrens, zit ik safe. En dat is waar die achter kwam. Het wordt ingewikkeld op het moment dat er hoofdspanningen zijn met meerdere richtingen. Als we bijvoorbeeld kijken naar deze situatie, waarbij we hier trek hebben en daar druk hebben, en dan wordt het interessant. Want hoe ziet deze cirkel van Moore eruit? Even kijken. We hebben hier sigma 1 en we hebben hier sigma 2. Sigma 1 is strek, dit is de hoofdspanningstoestand, dan moet ik er geen schuifbaar voor hebben. Sigma 1 is strek, sigma 2 is druk. Ja, als die dus 1 positief is en de andere is negatief, heb ik een cirkel van Moore die veel groter is dan deze twee. De cirkel van Moore is groter, want hij gaat van plus naar min en helemaal rond. En dat betekent ook dat de corresponderende maximale schuifspanning die erbij hoort, groter is dan bij deze twee cirkeltjes die naar nul gaat. En dat betekent dat ik nu rekening moet houden, niet met sigma 1 mag niet groter zijn dan de vloeigrens, of sigma 2 mag niet groter zijn dan de vloeigrens, maar ik moet rekening houden met het feit dat de afstand tussen sigma 1 en 2 niet groter mag zijn dan de vloeigrens. Want anders gaat het mis. Dus bij deze geldt de eis sigma 1 min sigma 2. Dat absoluut moet kleiner zijn dan de vloeigrens. Sigma 1 min sigma 2. Ik trek hem ervan af.
wetende dat sigma 2 negatief is, tel ik hem er dus eigenlijk bij op. Dan neem ik de volledige afstand van de twee hoofdspanningen, eigenlijk neem ik de volledige de diameter van de cirkel van Mohr, en die moet kleiner zijn dan de vloeigrens. Als ik het even netjes samenvatten, hè, dat kan ik, dan krijgen we dit. Dit zijn de drie eisen die horen bij de theorie van de maximale schuifspanning. Nogmaals, die wordt ook wel eens het criterium van Tretska genoemd. Dus dat is er even tussen haakjes bij. Soms wordt hier verwezen naar gewoon Tretska. Om aan te geven dat het criterium van Tretska, dat we deze hadden. Eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat sigma 1 en sigma 2 beide positief zijn, moeten gewoon alle twee kleiner zijn dan de vloeigrens. Net zo makkelijk. Als ze allebei negatief zijn, dus allebei druk, moeten ze allebei kleiner zijn dan de vloeigrens. Niks aan de hand. Maar ja, op het moment dat ze niet gelijk zijn aan teken, dus één is trek, de ander is druk, dan krijgen we die cirkel van Mohr die veel groter is dan wat we mogen verwachten. En dan moeten we kijken naar het absolute verschil tussen die twee, oftewel de volledige diameter van de cirkel van Mohr. En daarvoor geldt dat dat kleiner moet zijn dan de vloeigrens. Er staan hier is gelijktekens, maar dit zijn natuurlijk de maximale waarden. Als dit kleiner is dan de vloeigrens, dan is het goed. Als dat groter is dan de vloeigrens, zijn we af. En eventueel kunnen we daar nog een veiligheidsfactor op loslaten. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, sigma 1 mag niet groter zijn dan de vloeigrens gedeelte 2. Kan. Ik kan gewoon zeggen, ik gooi een veiligheidsfactor tegen. Als we gaan kijken naar welk gebiedje is dat dan wat we inkleuren, dan hebben we hier een assenstelsel waarbij we op de horizontale as sigma 1 hebben staan en op de verticale as sigma 2. Dus dit is niet de touw, nee, dit is de andere hoofdspanning. Sigma 1, sigma 2, de twee hoofdspanningen. En we gaan kijken in welk gebied zit ik goed. Dan zien we dat als ze allebei positief zijn, en ze allebei kleiner moeten zijn dan de yield stress. Dus allebei kleiner dan sigma i. Dan zitten we goed. Als ze allebei negatief zijn, dan zitten we aan deze kant. Dan moeten ze allebei kleiner zijn dan de yield stress. Zitten we goed. En zitten we ergens in het tweede of in het vierde kwadrant, dan moeten we kijken naar het verschil tussen die twee. En dan krijgen we die schuine lijnen. En daar binnenin zitten we goed. Daarbuiten zijn we af. Wel, daarbuiten treedt vloeiend op. Dat is om te kijken of een materiaal faalt onder een bepaalde spanning. Zoeken we de hoofdspanningen. Kijken we hoe groot zijn die hoofdspanningen. Kijken we, hebben ze hetzelfde teken of niet. En zo ja, dan pakken we de bovenste twee regels. Zo nee, pakken we de onderste regel. Check, klaar. Ja, eenvoudig. Het is verval. Makkelijk toch? Even een voorbeeldje zien. Dit is inderdaad ontzettend makkelijk, maar het is niet helemaal correct. Het is 50 jaar na Tretska kwamen meerdere mensen die gingen hier doorkijken. En die kwamen erachter dat dit wel heel erg conservatief is. En heel erg eigenlijk kort door de bocht is. En met name op dat gebied hier zo bij deze. Maar ook wel als ze hetzelfde teken hebben. Is het niet helemaal waar dat die maximale schuifspanning meteen bepalend is voor het faalgedrag. Dus wat er daarna is gebeurd, en dat is dus niet meer 100 jaar later gebeurd, het is 70 jaar later, zijn ze gaan kijken naar een andere manier van formuleren om te kijken wanneer faalt dat gedrag, dat materiaal nou echt. En waarna gekeken werd, waar als, stel nou ik heb een materiaalstukje en ik ga het rest van je wel kan je gebruiken. Ja? Ja, zeker. Dus als je een check wil hebben, klopt het of niet, dan moet je Tretska gebruiken. Mijn community heeft niet geantwoord via Tretska. Breken. Wat bedoel je? Zeg maar, kan je antwoord breken via de methode van Tretska. Als je op hebt, doe het ook niet. Dat kan. Dan zit je altijd aan de veilige kant. Aan de veilige kant. Zit je altijd aan de veilige kant. Ja, dat is niet. Dat is fijn, hè?
En het is lekker makkelijk en het is lekker snel. Dus het is nog steeds een goede manier. Ik moet dan zeggen, als je hoofdspanning te groot is, dan ben je achter. Maar ga je kijken naar wat er echt gebeurt in het materiaal, dan op het moment dat je eraan trekt, dan gaat hij veranderen van vorm. Hè? Hij wordt langer, hij wordt smaller. Hij gaat hier zo rekken. Dus noemt X. Hij gaat ook, hij wordt ook smaller. Hè? Hij wordt langer en hij wordt smaller. Dit is nog het elastische gedrag. Hè? Dus niet het plastische gedrag, het elastische gedrag. En waar zeg maar ergens rond 1840 naar gekeken werd, was: kunnen we nou beschrijven wat de energie is die het kost om het te vormen? Want als ik daar aan ga trekken, dan kost dat energie om dat te vervormen. Je kan de mate waarin het langer wordt vermenigvuldigen met de kracht. En dan kan je kijken hoeveel het dan aan energie kost. En hoe meer energie er in dat materiaal gaat zitten, hoe meer energie, dan zit een limiet aan wat het materiaal op kan nemen. Het voordeel is dat op het moment dat ik er aan de andere kant ook aan ga trekken, dat een deel van die energie teniet wordt gedaan. En want die energie die zit in het verkorten van dit stukje, ga ik eraan trekken. En dan ga ik eigenlijk weer tenieten. Weer langer in ieder geval. Dus ik kan veel beter in de gaten houden wat de afzonderlijke bijdragen zijn van al die spanningscomponenten. En ergens rond 1800 zoveel van de vorige eeuw, kwamen een aantal mensen tegelijk tot dit inzicht dat je eigenlijk een limiet kan stellen aan de maximale vormveranderingsenergie om te bepalen of het faalt of niet. En dat waren onder andere Huber en Henkie. Ja, ik heb het niet verzonnen, echt niet. Maar ik wil de namen toch even opschrijven. Huber en Henkie, een Pool en een Duitser. En die hadden dat samen bedacht. En los daarvan, hè, dus ergens verderop in het land, zat Richard von Mises. Misschien dat jullie die naam al wel eens gehoord hebben, von Mises. Von Mises spanningen. Nee, niet. Kom dan. Die bedacht het eigenlijk ook. En vandaar ook dat de theorie van de maximale vormveranderingsenergie ook wel eens het spanningscriterium van von Mises wordt genoemd. Naar Richard von Mises. En je komt in de wat oudere literatuur kun je ook nog wel eens het spanningscriterium van Huber en Henkie tegen. Ja. En die is qua naam ontzettend leuk. Het spanningscriterium van Huber en Henkie. Maar ze zijn het wel aan het verliezen van von Mises qua naam. Dus ze zijn een beetje in de vergetelheid aan het raken. En tegenwoordig heeft bijna iedereen het over de von Mises spanningscriteria. Of dus over, als we het bij een naampje noemen, de theorie van de maximale vormveranderingsenergie. Oftewel, hoeveel energie kan het materiaal maximaal aan, hè, in de vervorming voordat het faalt? En als we dat dan, ja, daar staat in je boek, staat dat beschreven hoe je dat dan moet doen in 3D. En dan staat er wat formuletjes en dan gaan we nu niet doen. We gaan kijken naar wat is het resultaat. En het resultaat is de volgende, toch alweer eenvoudige formule. Namelijk sigma 1 in het kwadraat min sigma 1 maal sigma 2. Plus sigma 2 in het kwadraat. Als dat gelijk is aan de yield stress in het kwadraat, oftewel de vloeigrens in het kwadraat, dan zit je goed. Hè? Als dit kleiner blijft dan dat, zit je goed. En dat is nu met allemaal kwadraatjes, maar je kan uiteraard ook zeggen, dus als ik sigma 1 kwadraat min sigma 1, sigma 2 plus sigma 2 in het kwadraat, als ik daar de wortel over trek, dan moet dat kleiner dan gelijk zijn aan de vloeigrens. En dan zit ik goed. Hè? Dus dat, ik kan aan de zijde de wortel trekken. Maar ik kan ook gewoon de kwadratische waarden met elkaar vergelijken. Links kleiner dan rechts. Zit je goed? En anders zit je fout. Maakt het uit of je D of J gebruikt? In het Nederlandse boek staat sigma V, maar dat is hoofdletter V van de vloeigrens.
In het Engels, daar komt dit goed uit gejat, is het de yield stress met een Y. Maar je bedoelt hetzelfde mee. Meneer, de punten helemaal rechts bovenin en links onderin zijn dat dan precies dezelfde punten als bij die vorm? Ja, gaan we zo meteen bekijken. Ja, maar je hebt gelijk. Ja. Als ik deze ga tekenen van wat is het gebied waarbinnen ik zit, dan is dat een mooi ovaal rondje zo, hè, van de vloergrens plus en min zeg maar 2. Binnen dit vlak zit ik goed. Zit ik buiten de ovaal, dan gaat hij dus vloeien. Dan wordt dit groter dan dat en dan ben ik af. En uit talloze materiaalproeven door de eeuwen heen is gebleken dat deze beschrijving veel dichter bij de werkelijkheid in de buurt komt dan Kreska, die eigenlijk gewoon te conservatief is. Wel heel eenvoudig, maar wel te conservatief. Want inderdaad, als we die twee gaan vergelijken, dat is leuk natuurlijk, hè, want de een of de ander, dan komen we erachter dat Tresca hier mooi binnenpast. We kunnen dat oranje figuurtje van daarnet hier overheen leggen. En dan zien we dit. Het oranje gedeelte is Tresca, wat we net hadden. Hè, met die eenvoudige regels hè, hebben ze dezelfde teken dan niet groter dan de vloeigrens. En anders dan doen we dat. En het groene gebiedje daaromheen is de Mises-Spanningscriteria, oftewel de vormverandermisenergie. Die zegt, ja, wacht eens even, dus je moet niet een beetje snel afkappen, je moet eigenlijk wat, de grenzen een beetje oprekken. En met name, hier zou ik de gebieden waar bijvoorbeeld sigma 1 en sigma 2 dezelfde kant uitwerken, kan het materiaal echt meer aan dan alleen maar wat Tresca zegt. Ja. Best wel iets veel meer. Ja, maar je hebt het wel over 13% of zo. Dat is toch wel, hè, als je dat op de schip toepast, dan is dat toch een paar millimeter plaatdings, hè, over de hele huid. Het is toch best wel aanzienlijk. Dus, maar het is dus eigenlijk heel erg om gewoon materiaalbesparing te doen. Dus ja, het is om op het randje te kunnen construeren. Ja. Nou, dus op het randje construeren is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Maar, ik had al gezegd, we gaan volgende week kijken dat vloei niet per se direct falen is. En aangezien vloei ja, wel een vorm is van de grens opzoeken, maar als je net overheen gaat, dan valt het wel mee. Dan mag je die grens opzoeken. Wow. Jawel. Vind ik wel. En maar als de gevolgen daarna niet zo groot zijn, dat zien we volgende week, hè, als de vloeigrens overschrijden niet direct tot het falen van de constructie leidt, maar wel van het falen van het materiaal lokaal, en dan kan het zijn dat je die grens gaat opzoeken. Kijk er nog. Sterker nog, als we niet gebruik maken van de vloeigrens en die overschrijden, dan zouden alle schepen veel groter en zwaarder moeten worden uitgevoerd. Dus het is heel fijn om te weten, wat is de grens? En die grens die is echt groter dan alleen maar het spanningscriterium van Tresca toepassen. Of van de maximale schaal. Als je je materiaal vormt, in hoeverre van dit verandert niet. Als je je materiaal vormt, dus wat verandert het wel? Nee. Dit materiaal verandert, dan verandert alleen maar de grootte van de yield stress. Hoe groter mijn yield stress is, hoe groter die ovaal wordt. Oh, dus die verandert dan wel? Die verandert dan wel, ja. Let wel, dit geldt allemaal voor taai materialen, hè, met een elasticiteitsmodus zoals we dat weten, en waarvoor het gedrag in trek en druk hetzelfde is. Dus metalen, staal, aluminium, hè, als ik eraan trek, als ik erop druk, is het hetzelfde. Maar dit alsjeblieft nooit toepassen op beton, want dan gaat het helemaal mis. Ja, want beton is allereerst niet taai, is hartstikke bros. En ten tweede is beton ook nog eens een materiaal wat zeg maar in druk veel meer kan opnemen dan in trek. Dus het is helemaal niet gelijk, maar in twee richtingen. Beton is duidelijk een richtingsprong. Maar voor metalen, hè, materialen, taai materiaal. Maar in hoeken, als je rubber hebt, extreem taai, kijk naar rubber, dat is mooi. Dan
zo vergroten worden of in hoeverre? Ik in passen. En rubber is over het algemeen geen taaimateriaal. Nee. Het is wel heel elastisch materiaal. Het raakt niet taai bij de vloeigrens. Nee. Dus dat is een totaal ander materiaal. Ja. Met in de andere materiaal. Heb ik nog een leuke bonus? Maar dat is een leuke bonus voor jullie thuis. Ik heb daar twee bonussen eigenlijk. Twee bonussen. Dat is leuk. Want die, dat spanningscriterium van Mises, deze, of eigenlijk dus van Huber en Henkie, terwijl de maximale voorverandersenergie, daar had van Mises nog een extra toetje meegedaan. Die zegt namelijk, ja wacht eens eventjes, als ik weet wat sigma 1 sigma 2 is, dan kan ik natuurlijk ook gewoon dit alvast eventjes klaarzetten voor de studenten van de RMI. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Want als ik weet dat sigma 1,2, als dat gelijk is aan sigma x, plus sigma i over 2 plus of min de wortel van, wat hadden we, sigma x min sigma i gedeeld door 2 in het kwadraat plus tau x i in het kwadraat. Dit was hem, hè? Als ik dit weet, en ik weet dat sigma 1 in het kwadraat min sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 in het kwadraat, en daar de wortel over, dat het moet kleiner zijn dan de vloeigrens, dan heb ik natuurlijk een fantastisch leuke invuloefening gekregen. Ja. Ja, toch? Want als ik sigma 1, sigma 2 invul op de plek van de puntjes, dan kan ik dat gewoon uitschrijven. Het is makkelijker dan je denkt dan. Dus dat is dat voorbeeld het wel mee. Ik heb het hier, Frankie, het is een paar viertje of zo, wat is het? Hier is een A4'tje werk. Valt echt wel mee. Maar antwoord zal ik jullie geven, want die is wel leuk. We krijgen dan de wortel van sigma x in het kwadraat. Min 2 maal sigma x, sigma i, plus sigma i in het kwadraat. En dan krijgen we nog plus 3 keer tau xi in het verhaal. En dat moet kleiner zijn dan gelijk aan de vloeigrens. Aha. Ik wil ook wel staan tweede. Ja, precies. Ik wil net zeggen. Voor de vraag van over een rugplak. Ah, daar heb je het uitgegeven. Even denken nog. Goeie vraag. Ik denk dat die tweede wel bij hoort te staan. Staat op jullie wel staan? Ze denkt dat moet. Ze dit van de los. Moet wel even. Ik kom in mijn uitweg wel bij. Dus ik denk dat moet er van. Deze staat, nou dat is een beetje irritant, want dit is wat bekend staat als de Von Mises spanning. Maar dit is de Von Mises spanning enkel en alleen geldig voor een 2D vlakspanningstoestand. Dus voor een tweedimensionale vlakspanningstoestand. En dat is wel een belangrijke kanttekening. Want voor een 3D spanningstoestand geldt die niet. En het probleem is met ga googelen op publiekspanningen. Dan krijg je ongeveer 80.000 hits. En binnen die 80.000 hits zie je denk ik 10.000 verschillende formuleringen van de vermissingsspanning. Die uiteindelijk allemaal hetzelfde bedoelen. Maar allemaal net zoals dat ze ook zijn. Dit is de vermissingsspanning voor de 2D spanningstoestand. Zonder de twee? Nou, dan is het voor mij wel goed. Dat is fijn. Zo, dat begrijp ik.
Dan heb ik hier ergens in het A4'tje ergens een foutje gemaakt. Willem, zoek jij hem eventjes waar die fout is? Ik denk hier bij dit optellen. Maar... Ik ben al lang blij dat het vloeien dat wel goed is, want dit al aan je poets past en dat is al naar een druk bereikt en zo. Dus dat... Ik ook bij de kwadraat bij de cruising, want die zie ik ook niet. De kwadraat bij de cruising, die zet er ook niet uit. Ik moet wel niet. Oei. Die moet daar wel staan. Ik heb nog een keer uit. Ik zal een notitie maken. Die kwadraat zit in het beeld. Maar die hoort er wel echt, trouwens. Dat is gewoon mis. Op het moment, de vermissenspanning is inmiddels wel echt een begrip namelijk. Want wat we vaak doen, bijvoorbeeld volgend jaar als we naar de elementen methode gaan, dan komen daar allemaal verschillende posities, komen er allemaal verschillende spanningen uit. En wat we vaak doen, is dat we dat samenvatten in de vermissenspanning. Hoe groot is de vermissenspanning? En daarmee bedoelen we deze spanning, tenminste 2D, maar dan in 3D algemeen. En let wel, die vermissenspanning is geen fysieke spanning in het materiaal. Het is niet zo dat die vermissenspanning ergens in het materiaal daadwerkelijk in de richting werkt. Het is zeg maar een algemene benadering voor de hoeveelheid energie in het materiaal op een bepaald punt. En als die groter is dan de vloeigrens, gaat het materiaal falen, gaat het vloeien. Als die kleiner blijft dan de vloeigrens, dan zitten we nog aan de goede kant. Maar het is niet zo dat je kan zeggen, in het materiaal zit die vloeispanning, dus dat is die kant uit zoveel. Dat is niet zo. Het is namelijk een verzameling van sigma x, sigma y, tau x eigenlijk. Maar is dat ook een benadering van 3D? Ja, absoluut. Maar dat gaan wij nu nog niet op krijgen. Nee, dat slaan we hier even helemaal over. Ja. Ik heb nog een tweede bonus. Nog een bonus. Bonus 2. Niet alle materialen zijn taai. Sommige materialen zijn bros. En brosse materialen gedragen zich net even wat anders. Die vloeien namelijk niet, die breken. Eigenlijk heel eenvoudig. Brosse materialen, die knappen opeens, die scheuren opeens als je er een beetje torsie op zet. Vaak al veel eerder dan dat je lief is. En wat we bij brosse materialen in oogschouw moeten nemen, is gewoon alleen die hoofdspanning is belangrijk. Hoofdspanningen mogen niet groter zijn dan de ultimate stress, terwijl de ultieme breeksterkte van het materiaal. Let wel. Bij brosse materialen moet je die grens met een veel grotere voorzichtigheid benaderen, omdat ga je er overheen, dit gebeurt. En dit is falen. Dit is nul spanning wat er daar nog doorheen kan. He, terwijl bij vloei gaat er nog steeds spanning op moeten. En dus deze moet je echt met grotere voorzichtigheid benaderen. Dit is natuurlijk voor de meeste toepassingen in de scheepsbouw niet zo interessant, want we bouwen gelukkig geen schepen van gietijzer. En dat is, dat is wel fijn. Maar op het moment dat we gebruik gaan maken van vezelbesterkte kunststoffen, dan wordt het opeens heel interessant. Want dit is precies hoe een vezel zich gedraagt in een vezelbesterkte kunststof. Namelijk, is het spannende boot pat. Het is wel zo dat talen, hoe taaie materialen, hoe kouder ze zijn, gedragen zich los gedragen. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar in principe maken we meestal gebruik van taaien. Dus dit is volledig gewoon ter informatie, volledigheidshalve, we hebben die er ook bij hebben gezet. En net wel, dit geldt dan wederom voor brosse materialen die logisch zijn, waarbij de treksterkte en de druksterkte gelijk zijn aan elkaar. Dit geldt dan weer niet voor beton, want bij beton moet je wel weten, heb ik het in trek of heb ik het in druk. Want nogmaals, daar zit een groot verschil tussen, ik geloof dat de bom in druk ongeveer 12 keer zoveel kan hebben als in dek. Vandaar dat we net gaan bewapenen met taaie materialen die de dek opnemen. Dat is dus fantastisch. Ja?
Hoe ziet dit eruit? Nou, bijvoorbeeld op deze manier. We hebben een proefstukje, we hebben een as met een straal. En we hebben een drukkracht en een torderend moment. En we geven de bloeigrens van het staal is 250 megapascal. Ja, zullen we deze samen doen, dan doen we daarna jullie gewoon vragen zijn. Denk ik. Nu al, maar dit of niet al. Een half meter, maar ik maak even deze aan. Als dit de situatie is, dan moeten we eerst kijken. Stel hem daar nog een keer hoor. Dus, ja, dat kan, maar dit, alles informatie stond ook in de tekens. We zullen allereerst moeten kijken wat is de normale spanning in het materiaal. We hebben krachten gegeven, maar we hebben geen spanningen gegeven. De normale spanning in het materiaal is N over A. De normale kracht gedeeld door het oppervlak. N is 65.003. En het oppervlak is ja, de cirkel. Hè, Ja, goed gedaan. Maar je doet toch Newton gedeeld door een millimeter om een megapascal te krijgen? Ja, dat kan ook. Nu komt het in Newton meter eruit. Ja. En dan doe ik dat een keer delen door een miljoen en dan heb ik ook megapascal. Even kijken, wat komt hier uit? Dus deze, hè? Nee, dat is niet. Wacht, ik moet even een rekenmachine erbij pakken. Dan pak ik een rekenmachine erbij. Jullie mogen meerekenen, hè? (65)³ gedeeld door pi gedeeld door. Maar maakt het zo meteen moeten we die dus als segmentie binnennemen. Ja, maar voor de kant van alleen niet. Nee. Ja, alleen even aanbrengen dat je een druk op de brengt. Ja, het zal pijn hebben, dat weten. En dan kunnen we die hier dan meteen bijzetten op 32. En dan weten we, die staat dus naar binnen, hè, want het is inderdaad drukkracht. De schuifspanning als gevolg van torsie. Ik blijf het leuk vinden om de torsiespanningsformule te gebruiken. Is T maal C gedeeld door J, waarbij J het polaritarisch moment is en C de straal is, terwijl de uiterste vezelafstand hebben van het torderende apparaat. We hebben 350 newton meter, maal C is dus 0.01235. Dat delen we door J, en van een massieve as, staat in op het vloeibas, is dat pi gedeeld door 2, maal 0.0125. Als ik dit zo bereken, heb ik het in newton en meters. Moet ik het weer delen door een miljoen. Maar het is met name bij deze wel belangrijk om dit even in het SI-eenheid te doen. Want anders weet je niet precies wat het met meters en met newtons en met millimeters is. Dat is wel een speciaal interval. 350 keer 0.025 gedeeld door 1 gedeeld door 1,5 en gedeeld door 0.025 tot de macht. En komen we uit op 114.1 MPa. Alsjeblieft reken me na. Het is ja.
Dit zijn de spanningen in mijn situatie hier. 114.1 en 132. En hieruit moet ik dus mijn hoofdspanningen gaan halen in de eerste plaats. En of mijn hoofdspanningen die verklaren uiteindelijk of het faalt of niet. Dus ik ga berekenen sigma 1 en sigma 2. Laten we beginnen met sigma 1. En sigma 1 is sigma x plus sigma y gedeeld door 2 plus de wortel van sigma x min sigma y gedeeld door 2 in het kwadraat plus het touw x y in het kwadraat. Ofwel, dat is 132.4 min gedeeld door 2. Kijk, nu komt die min erbij, hè? Want druk negatief. Plus, en dan krijgen we de wortel van dit. De wortel van 132.4 gedeeld door 2 in het kwadraat. En ja, daar hoort een minnetje bij. Weer een minnetje in het kwadraat wordt weer een plusje. Dus dat roept maar uit. Plus 114.1 in het kwadraat. Maar die eerste sigma is dan sigma. En ik stip af. Sigma 1 gesteld, de eerste hoofdspanning. Dus sigma x is voor min 132, hè? En sigma 1 is 0. Want er staat geen naam. Min 66,2 plus, ik doe hem eventjes, dus ik reken even de gemiddelde en de wortel apart uit. De wortel was 132.4 gedeeld door 2 in het kwadraat plus 114.1 in het kwadraat. En daar de wortel over 131.9. Dat 65,7 megapascal. En het voordeel van de tweede hoofdspanning uitrekenen is dat die wortel blijft hetzelfde, dat gemiddelde blijft hetzelfde. Het enige wat ik moet doen is van de plus de wortel de min de wortel maken. Dus als ik hem zo heb opgeschreven, kan ik heel snel gaan naar sigma 2 is min 66.2 min 131.9. En dan hoef ik dus niet die hele formule opnieuw in te vullen. Tenminste, ik heb het al gedaan, maar ik maak gebruik van de eerder van de antwoorden. En dat is 198.1. Dus de hoofdspanningen zijn 65,7 megapascal en min 198,1 megapascal. Flinke cirkel. Dat is een flinke cirkel, hè? Ja. En dan te bedenken dat die de vloeigrens is 250 megapascal. Dat kon nog wel eens spannend worden. Zullen we eens gaan kijken. We beginnen met de theorie van de maximale schuifspanning. Ja? A, sigma 1 was 65,7. Sigma 2 is min 198.1. En wat als eerste opvalt is, die twee hebben een ander teken. Die twee zijn niet in dezelfde richting. Eén is druk, ander is trek. En dat betekent dat ik bij de bezwijktheorie van de maximale schuifspanning gebruik moet maken van deze formule. En de vraag is, is die kleiner dan gelijk aan 250 megapascal. Ja, we hebben een vraagteken erboven. Dat is leuk, hè? Dus de vraag is het verschil tussen de twee hoofdspanningen absoluut genomen kleiner dan gelijk aan 250? Ja,
Dan valt hij niet. Nee, dan is hij af. Even kijken, wat krijgen we bij elkaar? Nou, dat is bij elkaar op, joh. Maar dit is toch een test, toch? Is de reden van de maximale uitspanning. Dus van Tresca. Ja. Ja. Maar als hij dan niet zou voldoen, dan zou je dan ook nog die ander kunnen toepassen. Ja, dat was vraag B. Kijk, hij is niet kleiner dan gelijk aan 250. Dus, hij is groter dan. Ah, de constructie valt. Volgens de theorie van de maximale schuifspanning. Van Tresca. Maar de vraag is, valt die ook volgens de theorie van de maximale vormveranderingsenergie? Wat vindt von Mises hiervan? Wat denken jullie bij een enkie? Dat is wel leuk. Gaan we kijken. Bij de maximale vormveranderingsenergie gaan we ons afvragen of zeg maar 1 graad min. Niet 2. Waarom kom ik op 2? Waar komt die 2 vandaan? Sigma 1, sigma 2, plus sigma 2 in het kwadraat, is dat kleiner dan gelijk aan de vloeigrens in het kwadraat. Mooie formulering, hè? Is dat kleiner dan gelijk aan mijn vraag? Ja. We pakken 65,7 in het kwadraat. We trekken daarvan af 65,7. Vermenigvuldigd met min 198,1. We tellen daarbij op 198,1 min in het kwadraat. En we kijken of dat kleiner dan gelijk aan 250 in het kwadraat is. Is 56.575. De luim, de roedeltermijn. Ja, of niet? Ik kan even gewoon kijken of dit kleiner dan gelijk aan 250 in het kwadraat is. En 250 in het kwadraat is 61.500. En dat betekent dat die is kleiner dan die. En dat betekent dus paalt niet. Twee bezwijkformulieren. Mooi muziekje, inleidend pauzemuziekje. Twee bezwijktheorieën, twee verschillende antwoorden. Volgens Tresca bezwijkt hij niet, volgens von Mises bezwijkt hij wel. En dus de maximale schuifspanning zegt nee. De maximale vormverandering en ze zien ze ja. De ervaring leert dat in dit soort situaties de maximale vormveranderingsenergie nauwkeuriger en beter is dan Tresca of de maximale schuifspanning. En dit zou hij dus nog vol moeten kunnen houden. Hij zal in ieder geval niet falen. Dus spanning gemiddeld neemt dan. Als je eenvoudig en veilig wil, volg Tresca. Maar wil je nauwkeurig wezen, dan volg von Mises. En wat ik al zei, vooruitlopend volgend jaar, eindige elementenmethode, die genereren allemaal de von Mises spanningen om te kijken of die aan het vloeicriterium voldoet of niet. Dus die pakken allemaal de methode van de maximale vormveranderingsenergie, omdat dat nu eenmaal een reële beeld geeft. Of niet? 7 minuten. We gaan over 7 minuten weer verder. Dat is 11:32.